Het is een soort paradijs hier wel, hè, dat Laren? Ja, dat is het zeker. Het is een heel, heel fijn wonen. Prachtige gemeente. Ja. Nieuwe bewoners, al kennis gemaakt? Nee, nog helemaal niet. Nee. wel vreemd, hè, dat ze hier zo vlakbij komen zitten. Ja, dus, ja ik heb er iets van gehoord. Heel veel weet ik er niet van, maar... Recentelijk, ja. Gaat u even kijken? Ja, we lopen zeker even langs. Het is hier niet zo heel ver vandaan, dus we lopen er wel eens langs. Dus we gaan er zeker even kijken. Toch? Ja. Bent u een beetje utopiaan? Nou, ik weet het niet. Wat is de vertaling daar helemaal voor? Ja, weet ik ook niet. Nee. Was dat niks voor u geweest? Nee, helemaal niet. Ik ben gesteld op luxe en comfort. Dat heb je hier wel, hè, Laren? Ja. Ja, dat merk je ook aan de WOZ-waarde van de huizen. Ja? Bent u veel kwijt aan uw huis? Nou, in vergelijking met waar ik vroeger woonde. Maar u zit er wel warmpjes bij in ieder geval. Ik bedoel, u heeft het niet koud. Nou, ik heb geen klagen, laat ik het zo zeggen. Ja. De mensen moeten zelf alles doen. Alleen ze mogen geen bomen maken. Verder is dan moeten ze alles doen, geloof ik. Gaat u het een beetje volgen? Of ik het ga volgen? Ja? Ja, natuurlijk. Zit er wat voor u bij? Nee, helemaal niks. Want we wonen goed. Vergelijkbaar? Ja, wel een paar. Denkt u dan ook even aan die 15 mensen in het bos die het zo koud hebben? Ja, is dat niet hun eigen keuze? Om dit te doen? Ze zoeken nog nieuwe deelnemers. Nou, ja? Iets voor u? Nee, denk het niet. Misschien een pannetje warme soep langs brengen als de nieuwe buren het zo koud krijgen? Nou, misschien wel. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt. Zoals met de tulband van vanmorgen. Ja. Ja, we hebben hier natuurlijk toch ook wel wat mensen uit andere landen en die het niet zo goed hebben. Dan zien we toch van onze naaste buren dat ze dan voor de kerst nog een tulband hebben gebracht. En daar even binnen zijn geweest en hoe dankbaar die mensen dan zijn. Social media.